De Vagelcollectie is een van de best bewaarde Nederlandse bibliotheken uit de 18e eeuw. De Haagse griffiersfamilie Vagel heeft hierin duizenden prachtige en soms unieke boeken, pamfletten en kaarten vanuit de hele wereld bijeengebracht. In 1802 is de collectie verkocht aan Trinity College in Dublin. Maar de geschiedenis van de invloedrijke Vagels is nog overal in Den Haag te vinden. In de tuinen van Paleis Noordeinde, op het Binnenhof, in het Huis van het Boek, bij het Nationaal Archief en in de KB, de Nationale Bibliotheek van Nederland. De KB en de Library of Trinity College Dublin werken samen om dit unieke stukje gedeeld cultureel erfgoed voor wetenschap en publiek toegankelijk te maken. Enerzijds door de collectie in Dublin boek voor boek te beschrijven. Anderzijds door in Den Haag op zoek te gaan naar sporen van de Vagels. Want om de boeken te begrijpen, moet je ook de mensen leren kennen.